Dit is de videoweergave van de blogpost Homo sapiens. In aansluiting op mijn vorige blogpost wil ik graag nog iets dieper inzoomen op de dynamiek van een natuurlijk en gezond ontwikkelproces van mensen, waarin mensen duurzame, harmonieuze en evenwichtige keuzes maken. Het laat ook mijn zienswijze zien van hoe we nu, van generatie op generatie, een vervormde dynamiek aan het doorgeven zijn. Er stellig van overtuigd dat de huidige gang van zaken zo hoort. En dat het ook echt onmogelijk anders, met betere resultaten, kan. Sterker nog, dat het allerbeste systeem onder de zon is. Het is mijn visie dat je nooit van iets kan zeggen dat het de beste manier is, als je het bestaan van alternatieven glashard ontkent, afwijst of systematisch onmogelijk maakt, zonder enige vorm van nader onderzoek, door bijvoorbeeld effecten eens te vergelijken, door bijvoorbeeld, dit is wel een heel eng voorstel, het zelf ook eens, en dan wel serieus, een paar alternatieven te ondergaan en het uit te proberen. Afijn, hier is eerst nogmaals het plaatje van de gezonde triple dynamiek van ontwikkeling, zoals ik die heb getekend. Leven kan begrepen worden als je als levend wezen in een situatie geplaatst zien, waar je van moment tot moment, naar behoefte, gebruikmakend van je eigen set unieke vaardigheden, het beste van probeert te maken. Wat een plant, welk dier, in een situatie kan inbrengen, is per soort een ietwat andere set van ingebouwde mogelijkheden. Een mens, Homo sapiens, de wetende mens, heeft een paar ingebouwde mogelijkheden die in aard en omvang uniek zijn op deze aardbol. Het vermogen om abstract te denken en zo creatief met scenario's van mogelijke en wenselijke uitkomsten te spelen bijvoorbeeld. Gebruikmakend van dat unieke aspect hebben we, als mensheid, nogal wat diepgaande wijzigingen aangebracht in de gang van zaken op aarde. Homo sapiens is een sociaal wezen, in de zin dat ze bij voorkeur in groepsverband leven. We zijn echter, van origine in ieder geval, geen kuddedieren, waar ieder individu binnen de groep grofweg hetzelfde gedrag vertoont. Want specialisatie op het verrichten van bepaalde complexe taken is al heel vlot in de menselijke leefwijze ingebakken. In een natuurlijk stamverband leven alle generaties vlak bij elkaar en is iedereen wel aardig goed op de hoogte van wie wat doet en hoe dat zo ongeveer in zijn werk gaat. De vorming vindt plaats in het dagelijks leven zelf. Kinderen zien de werkelijke activiteiten die er ontplooid worden binnen de stam en doen er spelenderwijs aan mee, dragen hun steentje naar vermogen meer en meer bij aan wat zich er voordoet. Ontdekken en volgen daarbij ook hun eigen voorkeuren, unieke talenten en belangstelling. Ze merken op waar ze goed in zijn en aardigheid in hebben en trekken als vanzelf dan ook naar die volwassenen en ouderen die hen daarbij de kneepjes van het vak kunnen laten zien en ervaren, al werkend aan werkelijk nodige projecten. Die volwassenen en senioren vinden dat niet alleen leuk en aandoenlijk dat er een jong iemand belangstelling heeft voor zaken als manden maken, gereedschap maken, boten bouwen, weeftechnieken, tuinieren, dierverzorging, noem maar op. Maar ook omdat ze inzien en ten volle begrijpen dat het voor het welzijn en voortbestaan van de totale stam van enorm belang is dat kennis en ervaring doorleeft, zelf ervaren, van generatie op generatie niet alleen beschikbaar is, maar ook evolueert, al naar gelang de omstandigheden wijzigen. Je methoden aan kunnen passen aan wat zich werkelijk voordoet, beseft een natuurvolk terdege, is van levensbelang. Wij hebben nu, sinds een paar honderd jaar, ons vormings- en ontwikkelingssysteem verregaand aangepast. Vanaf, tegenwoordig bijna een paar weken, een paar maanden, worden kinderen vooral buiten het dagelijks leven opgevangen. Meestal in groepen, grote groepen, leeftijdgenoten, met gebruiksvoorwerpen om hen heen geplaatst die meestal voor het doel spel zijn ontworpen. Tenminste totdat ze 16 zijn, maar liever nog zeker totdat ze 18 zijn, worden ze geacht het meest van de tijd buiten het normale dagelijks leven door te brengen. Daar
daar komen ze weinig, variatie in ieder geval, van vertegenwoordigers van andere generaties en leefstijlen tegen. Het dagelijks leven waar zij dan af en toe wel in multigeneratieverband aan blootgesteld worden, beweegt zich rond consumeren, winkelen en socializen. Gezellige visites die weer vooral om eten en drinken en praten over het leven draaien. Wie kan de jeugd dan werkelijk kwalijk nemen dat ze tot de conclusie komen dat dat dan toch kennelijk is waar het om draait in het leven? En waar die waren dan vandaan komen en hoe ze geproduceerd zijn, ja, dat speelt zich dan toch buiten ieders blikveld af. Dus hoe moet je dan weten of je er ook maar enigszins doorleeft van bewustzijn hoe dat gemaakt wordt, wat daarbij komt kijken? Op school worden kinderen en jongeren ingevoerd in de feiten en gebruiken van de stam via woorden en beelden. Maar nauwelijks via daadwerkelijke blootstelling aan wat er nou eigenlijk besproken wordt en de doorleefde ervaring ervan. Het aspect waar juist het kind buitengewoon goed in is, het bevragen van waarom is iets zo? En ergens geduldig mee spelen om varianten ervan uit te vogelen over hoe zoiets gebruikt kan worden, worden er, nou, laat ik het eufemistisch uitdrukken, weinig gestimuleerd. De wereld wordt vervolgens opgedeeld in goede antwoorden en foute antwoorden. En wat goed of fout is, wordt altijd door een ander bepaald. Vaak met weinig opgave van dieperliggende, met gezond verstand navolgbare redenen. En goed schijnt dan ook altijd maar één ding te zijn. Omdat het nou eenmaal zo is, of omdat ik het zeg, behoren nogal eens tot het standaardarsenaal aan responsies, vaak vergezeld van een boze, gefrustreerde stem. Die aangeeft, dat hoor je niet eens te vragen, jij bent lastig. In toenemende mate hebben kinderen vrije exploratietijd in moeten ruilen voor clubjes, vermaak en andere vormen van georganiseerde en voorgestructureerde activiteiten, die meestal in groepsverband plaatsvinden, waarin we nu met z'n allen gaan, wat dan ook, en ook weer niemand echt af mag wijken. Waar precies in die 18 plus jaren heeft het kind nou zinvol ervaring op kunnen doen met de drie aspecten van Homo sapiens ontwikkeling? Zich dingen afvragen, in een nieuw licht, in een nieuw perspectief plaatsen. De gang van zaken werkelijk beïnvloeden, naar de eigen hand zetten en de effecten van die vrije wil ondervinden. Zijn eigen weten en geweten vormen van wat goed werkt en wat niet en waarom, gevoed door wat er in de stam al lang geweten is. In alle richtingen waarin die drie aspecten elkaar ook weer voeden en beïnvloeden. Had ik zelf, persoonlijk, mazzel, omdat waar ik affiniteit mee heb, kennelijk het bestuderen van menselijke groepsprocessen is en het succes van diverse vormingstechnieken, zodat ik op school me precies in het soort omgeving bevond waar ik mijn nieuwsgierigheid kon bevredigen en mijn vaardigheden kon bijschaven, omdat ik de voorbeelden van mijn beroepsinteressegebied, vormingsgidsen, wel in hun habitat met hun werk bezig zag. Arme klasgenoten die meer affiniteit hadden met techniek, dierverzorging, plantverzorging, voedselbereiding, etc. etc. Pas dan als de mens een volwassene is geworden, op de kalender, krijgt hij het recht op beïnvloeding van de gang van zaken in de stam. Sterker nog, dan staat er ook meteen nog wat extra druk op, want je wordt wel geacht bij te dragen. Niet noodzakelijkerwijs in wat je leuk vindt of waar je goed in bent of zelfs maar het nut van inziet. Niet noodzakelijkerwijs door dingen te doen die nuttig voor de gemeenschap en de wereld zijn en duurzaam, maar om nu in ieder geval in leven te blijven. Ik wil overleven! Somt het algehele gevoel van machteloosheid op om wat dan ook individueel te kunnen beïnvloeden en doen ombuigen. Je geweten, je creatieve vermogens, je unieke menselijke mogelijkheden om zinvolle aanpassingen aan een situatie te doen gebruiken. Als je er al een idee van hebt hoe dat zou moeten, waar je maar heel erg weinig voorbeeld van hebt gezien, dan wordt dat, helaas ga niet lang start, zwaar ontmoedigd door de systemen van regering van je stam, de autoriteiten, die zich gewoon geen raad weten met jouw diepgaande wezensvragen. Jouw voorstellen, observaties over hoe zij, / wij, met het eigen geweten en verwondering lijken om te gaan.
Een destructieve visuele cirkel is geboren, waarin juist de mensen die het sapiensdeel, het bewust weten, creatief, constructief voor het voortbestaan van de stam en deze wereld als haar woonplaats, kunnen en willen inzetten. Die mensen worden als afwijkend van normaal bekeken. Wat is er nou normaler voor een homo sapiens dan dat voor deze diersoort zo unieke ingebouwde sapiens ook werkelijk te gebruiken? Tja, volgens mij is je eigen innerlijke kind, de verwondering, in ere herstellen en je eigen senioriteit, je eigen geweten raadplegen, zo ingebouwd in de menselijke natuur, dat het werkelijk niet moeilijk is om er eens serieus als je werkelijk verandering van de kwaliteit van leven in je gemeenschap wil. En op het blog staat dan nog een filmpje waarin Logan LaPlante aan het woord is over zijn vormingsproces.